Ik praat verder met Bjorn Joska, fractieleider van Groen. Dag meneer Joska, uw partij wil een klimaatwet, enfin een decreet eigenlijk, hè, moeten we zeggen, in dit huis kort samengevat. Wat moet daarin? Wel, eigenlijk is het vrij eenvoudig. Je maakt een eindpunt en we weten allemaal in 2050 moeten we klimaatneutraal zijn. Dat is de doelstelling. En dan begin je terug te rekenen en dan maak je eigenlijk een klimaatbegroting. Dat is niet financieel, dat heeft te maken met emissierechten. Waar zitten we met CO2? Net zoals dat je bij de begroting een monitoringrapport krijgt, krijg je dan ook een monitoringrapport wat betreft het klimaattraject. En op die manier dwing je eigenlijk wettelijk af wat er moet gebeuren. Ja, dat is de hele idee. Een monitoringrapport. Samengevat, zitten we op goede weg? Gaan we het halen of gaan we het niet halen? Daar moeten experten in dan, die dat dan gaan controleren. We hebben gewoon het model genomen zoals het bijvoorbeeld ook in Nederland, in Finland gebeurd is, in het Verenigd Koninkrijk. Je hebt nu een monitoringcomité op de begroting zitten waar specialisten in zitten en die zeggen om de zoveel tijd aan dit parlement, daar zitten we. Die cijfers worden nooit gecontesteerd. Dan discussiëren we wel over, zitten we op koers? Hetzelfde kan je doen wat betreft de klimaatbegroting. Moeten die ook gaan berekenen? Wat gaat het kosten? Ja, dus wij kunnen eigenlijk op dit moment, heel wat specialisten hebben mij gecontacteerd met de boodschap. Wij zijn bereid om te steunen en te kijken hoe dat we dingen kunnen doorrekenen. Waarom ik het vraag, moeten we dan gaan rekenen? Ik vraag het omdat ik de indruk kreeg deze namiddag dat iedereen plots wil gaan rekenen. De SPA die wil de klimaatresolutie die hier ooit is gestemd omzetten in een decreet, dat naar het planbureau sturen. Ik heb de N-VA horen zeggen, zeg aan de mensen wat maatregelen hen gaan kosten en wat dan de klimaatwinst is. De CD&V wil een klimaatpact en een becijferd traject. Nu, als iedereen wil gaan rekenen, waarop zijn we aan het wachten dan? Ja, dat is ook eigenlijk mijn conclusie. Dus na het debat had ik ook zoiets van waarop zitten we te wachten. Dus laat ons nu zo'n klimaatdecreet, klimaatwet maken. En laat ons inderdaad de maatregelen doorrekenen. Dat is ook eigenlijk wat de samenleving vraagt. Iedereen wil rekenen, maar iedereen wil ook een decreet. De SPA wil een decreet. Mm-hmm. Krijgt dan de steun van Open VLD. Dus, goed, CD&V wil een decreet. Goed. Maar goed, misschien moeten we het allemaal op één hoop gooien en een megadecreet maken. Wel, wij moeten gewoon schouder aan schouder die problemen aanpakken. En dat is ook hetgeen wat de samenleving vraagt. Want ik moet eerlijk zeggen, ik had een beetje schrik in het begin van het debat. Het ging er nogal heftig aan toe. Maar ik ben blij dat we op een gegeven moment de consensus hebben gevonden om te zeggen van we gaan dit schouder aan schouder met z'n allen samen. Het voordeel van zo'n klimaatdecreet is ook dat als er een nieuwe regering komt, gelijk hoe die is samengesteld, dat je nog altijd hetzelfde kader hebt waarbinnen dat je werkt. Dat is er toch vandaag ook? Er is toch het klimaatplan, het energieplan van de huidige Vlaamse regering die de krijtlijnen uitzet tot 2030 en verder? Ja, maar sommige partijen hier in dit huis steunen eigenlijk dat energiepact niet. Herinner u de hele vaudeville waarbij Bart Tomelijn in het Vlaams parlement kwam zeggen ik heb een energiepact gesloten met de rest van de entiteiten in België en waarbij bourgeois zei, ja, maar eigenlijk gaan we dat niet tekenen, hoeven we ook niet te tekenen. Er is er vandaag in, hè? Ja, er is er vandaag in en we zijn ook daar eigenlijk op weg, maar een klimaatdecreet gaat natuurlijk veel breder, dat heeft te maken met uitstoot, met broeikasgassen, waar moeten we naartoe en hoe willen we daar naartoe gaan? Dat zit in een klimaatdecreet. En je kan er minder van afstappen dan van een pact. Nu is het zo dat we heel veel goede dingen hebben staan in resoluties, maar eigenlijk zijn die niet echt bindend. Dus een regering vandaar kan... Vandaar de vraag ook van SPA, laten we daar dan alvast een decreet van maken. Voilà. En dus dat snap ik ook. Gaat u dat steunen, die vraag van de SPA? Ja, ja, wij gaan dat steunen. Er wordt op dit moment gewerkt aan twee moties. Er zal één vanuit de hele Kamer breed komen waarbij dat we de vraag van de SPA om door te rekenen doen. Er zal er eentje van SPA en Groen zijn om dat klimaatdecreet en die klimaatbegroting ook afgedwongen te krijgen. Zover hebben we de meerderheid jammer genoeg niet gekregen. Hoe evalueert u het werk van de meerderheid trouwens? Wel, ik ga niet zeggen dat er geen dingen gebeurd zijn, want dat zou intellectueel oneerlijk zijn, maar we weten allemaal dat het niet genoeg is. Ja, maar Geert Bourgeois is met een hele waslijst begonnen. Ja, hij is zelfs zo ver gegaan dat hij ook in zijn waslijst al dingen heeft gestoken die de volgende Vlaamse regering zal moeten doen. Nu, dat is dat pact, hè, waar we het over hadden. Dus wat mij betreft geen enkel probleem, maar als we kijken naar, en die cijfers zijn ons door Jochen Schouwvliegen gisteren bezorgd in functie van het debat vandaag, dan zien we dat wat betreft broeikasgasemissies we niet op traject zitten. Er is een daling, maar die daling heeft vooral te maken met het feit dat we een warme zomer hebben gehad en dat mensen veel minder energie hebben verbruikt. Dus nu net daarom de reden om te zeggen, laten we ons nu alstublieft zo'n decreet maken, zodanig dat sector per sector men ook goed weet en monitort waar moeten we naartoe. Ja, wat kan er nog, heel kort, wat kan er nog in die paar
paar maanden die nog resten voor de verkiezingen? Wel, voor mij was het vooral van belang dat vandaag politiek de geesten rijpen, dat we dit probleem schouder aan schouder moeten aanpakken en dat de geesten ook rijpen dat we tegen na 26 mei, bij wijze van spreken, onmiddellijk daarna werk kunnen maken van een bindend klimaatdecreet en ook bindende klimaatwetten in de rest van België. Oké, maar eerst de verkiezingen afwachten natuurlijk. Bedankt voor dit gesprek. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.